Hoi allemaal, ik heb gisteren de Glossybox weer binnengekregen. De reden dat ik het gisteren niet gedaan heb, dat is omdat ik het nog wat druk had. En vandaar dat ik het vandaag doe. En er is niemand thuis, dus ik hoop dat het in één keer lukt dat ik hem open kan krijgen. Daar gaat hij dan. Zo zie ik het ook altijd pech om die dingen open te doen. Maar nu lukt het wel. Het boekje. Even kijken of ik dat... Oh. Zo. Misschien is het beter. Deze. Dan heb je de mooie roze box. En dan heb je hier nog twee kaarten. Eentje van Zalando. 10 euro korting. En 15 giftcard op Treatwell. Kortingsbon. Is altijd de binnenkant die altijd leuk is. Het kaartje zit erin. Ga ik niet kijken, want ik vind het zonde om te zien wat erin zit. Dus die leg ik even opzij. En dan... Kliertje. Oeh, mooie producten. Dan niet al te, dat valt er wat uit. Dit zit erin. Er zit er in ieder geval een nagelvel in. Met een kortingscode erbij. En je ziet het niet omdat het heel erg licht is. Maar heel even wachten. Ik denk dat het dan anders oplost. Ik hoop dat het beter is. Het is echt heel fel, fel roze nagelvel. Nagelvel zijn altijd welkom. Ik heb ook altijd vriendinnen die nagelvels nodig hebben. Dus dat is wel leuk voor een cadeautje. Een Glamourtonian Guide. Firm Hold Hairspray. Deze. Misschien hou ik hem verkeerd. Zo. Ja. Heb ik hem naar zijn kop? Nee, net niet. Zo. Altijd handig. Ik zal even kijken wat erin zit. Een sterke fietsende spray die de dag en nacht stevigheid controle garandeert. Oké. Okay. Adviesprijs is €11,99 voor 250 ml. Altijd goed spul. Ik heb nog meer dingen van Tony & Guy. En altijd goed. Een, nou ja. Balsmi. Dit tubetje. Even kijken. Waar staat. Het is een getinte lippenbalsem. Dus niet echt mijn kleur. De dop valt zoals je ziet. Is, glimmend, maar er zit ook niet voordat de kat ermee gaat spelen. Die staat onder de statief. Maar dit is... de kleur een beetje. Hij ruikt heel erg minty. Mentholachtig. Twee puur elements. Paito nachtcreme energie. En nog een cremetje. En dat is, even kijken, een dag en een nachtcreme. Dus deze balanceert de verzacht dagverzorgende u optimaal op de tomatenextract. Deze is dan op tomaten. En deze is mango.
Zo. Terug in het doosje. Oh, hier was ik echt zo benieuwd naar. En ik hoopte dat hij ooit een keer in was. Dit is de Real Mascara van Benefit. Wat even. Zo doen. Zo. Ik heb hele goede berichten gehoord. Elke blogger heeft hem wel zo wat in zijn stash zitten. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Hier zit het dingetje. Zo ziet hij eruit. Vind het wel heel mooi. Het is een massage voor de wimpers waar je alleen van kunt dromen. Een nieuw volume verlengt wimperhaartjes, geeft ze een mooie krul en zorgt voor volume. Zonder dat de wimperhaartjes bij elkaar plakt. De normale prijs is €24 voor 8,5 gram. En dit is 30 gram. En dan heb ik hier een Skinny Liquid Eyeliner van Eco. En het schijnt ook een heel goed merk te zijn. Het is alleen helaas geloof ik niet in Nederland verkrijgbaar, maar dat weet ik niet zeker. Creëer de perfecte British Twiggy look with Super Eyeliner Eco naast handige formaat. Deze eyeliner lang mooi door Hold Initiatief kleur. Full size is €11. En dit is een full size. Ja. En je kan ook gewoon naar www.eco.com gaan. Dit is hem. Dat is je weg. Mooie eyeliner. Zo. Ik maak hem niet open, want ik heb nog heel veel eyeliners die ik nog op wil maken. Dus zodoende. En ja. Dit was de Glossy Box. Was niet veel. Maar als je ergens een review van wil zien of wat wil weten, geef het aan beneden in de comments. En dan hoop ik dat ik er een antwoord op kan geven. Bij deze heel erg bedankt. En ik zou het ook heel leuk vinden als je misschien op mijn kanaal wil abonneren. Het kost helemaal niks. Het hoeft niet, het mag. Het is altijd wel leuk, het is altijd wel gezellig. En dan kan je altijd de eerste filmpjes van me krijgen. Bye!